In deze les bespreken we het antiek-Griekse scepticisme. Scepticisme wordt over het algemeen gezien als de ontkenning van de mogelijkheid om ergens kennis over te hebben. Maar we kunnen die manier van het omschrijven van scepticisme nog wel iets nuanceren. Kijk, je kunt je afvragen, dus kunnen we kennis hebben? Dat is een vraag die je kunt stellen. En dan kun je nagaan wat voor soort antwoorden zou je eigenlijk op die vraag kunnen geven. Nou, allereerst is het simpele antwoord. En het antwoord wat waarschijnlijk in ons dagelijks leven de meeste van ons geven. Namelijk, ja, we kunnen kennis hebben. Dat wil niet zeggen dat we overal kennis van kunnen hebben. Dat wil niet zeggen dat we overal makkelijk van kennis van kunnen hebben. Maar het kan in ieder geval. Nou, dan zijn er de mensen die zeggen, nee, we kunnen geen kennis hebben. En zij zeggen dus eigenlijk, we weten dat, of we geloven dat toch op zijn minst, dat we geen kennis kunnen hebben. En deze vorm van scepticisme die wordt wel het academisch scepticisme genoemd. Nou is dat academisch scepticisme, zoals we zullen zien, een stroming die tijdens de Griekse oudheid populair was. Het is echter de vraag of het academisch scepticisme wel adequaat en goed gekarakteriseerd wordt door de bewering dat de academische scepticus vindt, gelooft of meent te weten dat we geen kennis kunnen hebben. En dat wordt zo meteen wel duidelijk. Daarnaast is er een andere positie en die positie die is, zo zou je kunnen zeggen, agnostisch. Want deze vorm van scepticisme, het zogenaamd Pyrrhonisch scepticisme, die zegt misschien kunnen we wel kennis hebben, maar misschien ook niet. Dus die positie is er niet zo zeker van dat het onmogelijk is om kennis te hebben. Maar het is desalniettemin wel een vorm van scepticisme, zou je kunnen zeggen, omdat er niet zo duidelijk wordt gezegd. Dat we wel kennis kunnen hebben. Nou, laten we al eerst eens kijken naar het academische scepticisme. En het academische scepticisme heet zo omdat het academische scepticisme voorkomt uit de school van Plato, die ook wel de academie wordt genoemd. En binnen het academische scepticisme verzet men zich eigenlijk tegen de opvattingen van Zeno van Citium, een Stoïcijns filosoof. Zeno zegt eigenlijk het volgende. Hij zegt, stel dat wij kennis proberen te verwerven over de buitenwereld, dan kunnen wij allerlei indrukken opdoen. En sommige van die indrukken, daarmee is als het ware de waarheid van die indruk gegeven. En dit soort indrukken, dat noemt hij cognitieve indrukken. En wat betekent het dat de waarheid van de indruk gegeven is met de indruk? Dat je door de indruk te hebben meteen deze indruk gelooft. En ook dat je, beter nog eigenlijk, dat je redenen hebt automatisch om in de waarheid of de juistheid van die indruk te geloven. En dergelijke cognitieve indrukken bestaan volgens Zeno van Citium. Bovendien zou je kunnen zeggen, en dat doet Zeno ook, dat dergelijke cognitieve indrukken het criterium bieden. Het criterium is de maatstaf, hè, voor waarheid. Oftewel, als je wil weten of een bepaalde overtuiging waar is, dan moet je hem toetsen aan dergelijke cognitieve indrukken. Want cognitieve indrukken zijn indrukken waarvan je zeker weet dat ze waar zijn. Dus om ervoor te zorgen dat jij de oordelen die je uiteindelijk hebt baseert op zaken waarvan je weet dat ze waar zijn, moet je ze baseren op die cognitieve indruk. Nou, Arcesilaus, een van de opvolgers van Plato, van de positie van Plato als leider van de academie, die is het hier niet mee eens. En hij zegt eigenlijk het volgende, wat op zich relatief simpel is. Hij zegt, wat houdt het nou eigenlijk in om zo'n cognitieve indruk te zijn? Ja, inderdaad, hè, dat de waarheid van die indruk met de indruk gegeven is. Maar wat moet dat dan concreet? Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? En het lijkt zo te zijn eigenlijk dat er iets eigen moet zijn aan die indruk, waardoor je onmiddellijk inziet of weet of zonder problemen kunt rechtvaardigen dat die indruk waar is. Maar, zegt Arcesilaus, eigenlijk voor elke indruk die je hebt, geldt dat er een andere indruk is. Dus stel je hebt een cognitieve indruk, of iets dat een cognitieve indruk zou moeten zijn, A. Dan is altijd een andere indruk, een indruk B, die exact op A lijkt, maar niet waar is.
Bijvoorbeeld, stel dat jouw idee is dat jij nu jouw eigen zus ziet. En stel dat het zo is dat er iemand is die heel erg goed verkleed is, of zelfs, laten we zeggen, vermomd is als jouw zus. Dan kun jij de indruk van, die feitelijk de indruk van je zus is, niet onderscheiden van de indruk van degene die vermomd is als jouw zus. En volgens Arche-Silaus gaat dit eigenlijk voor elk soort indruk op. Dus voor elk soort indruk dat een kandidaat is om een cognitieve indruk te zijn, is het mogelijk om een indruk te verzinnen die niet waar is. Nou, als dat kan, dan bestaan er überhaupt geen cognitieve indrukken. En Arche-Silaus trekt daaruit ook een les, en volgens hem een wijze les, dat je überhaupt niet zou moeten oordelen, want als je oordeelt, dan heb je het misschien wel fout. Immers, je kunt niet zeggen, ja, maar deze indruk is een cognitieve indruk, dus door aan te nemen dat deze cognitieve indruk mij de waarheid verschaft, kom ik tot een juist oordeel, want hij verschaft mij ook de waarheid. Nou, dan is er de vraag, maar hoe moet ik dan, gegeven het feit dat ik volgens Arche-Silaus mijn oordeel op moet schorten, hoe moet ik dan handelen? Want is het niet zo dat je toch de wereld in moet gaan en bepaalde dingen moet geloven of bepaalde dingen moet oordelen om überhaupt in die wereld te kunnen handelen. Hè, als ik niet oordeel dat ik voor mijn bed sta, kan ik dan wel in mijn bed springen 's avonds. Nou, iets dergelijks zegt Zeno van Citium ook. Want Zeno zegt namelijk, handelen vereist oordelen, want anders handel je op de een of andere manier, zou je kunnen zeggen, impulsief. Dan doe je maar wat. Hè, je velt niet een oordeel dat iets juist is, maar je doet maar wat. En dat is misschien ook, zegt Zeno, de manier waarop dieren handelen. Hè, dieren die oordelen niet, maar die krijgen gewoon een indruk. Die beoordelen dat die indruk ook niet op waarheid of onwaarheid en die doen gewoon maar wat. Maar, zegt Zeno, dat is heel erg moeilijk voor mensen, want mensen hebben heel veel verschillende indrukken. En daarom is dat impulsief handelen eigenlijk onmogelijk, want ze zouden op zo verschillende indrukken moeten reageren dat ze eigenlijk niet eens zouden kunnen handelen. Nou zegt Arche-Silaus, dat is eigenlijk niet juist. Want hoewel ik vind, hè, zegt Arche-Silaus, dat je je oordeel op moet schorten of dat je niet moet oordelen, dan wil dat nog niet zeggen dat je niet zoiets hebt als waarschijnlijkere en minder waarschijnlijke indrukken. Ja, kijk, wat Arche-Silaus eigenlijk lijkt te beweren als hij zegt je moet niet oordelen, is je moet niet aannemen dat een van de indrukken feitelijk waar is. Maar je kunt wel aannemen dat een van de indrukken waarschijnlijker is dan een andere indruk. En zo kun je dus wel degelijk indrukken tegen elkaar afwegen, zonder dat je veronderstelt dat je een oordeel geeft, waarbij het geven van een oordeel, dus het komen tot een overtuiging of een geloof over die indrukken is. En daarmee hoef je dus niet te handelen op impuls en kun je tegelijkertijd voorkomen dat je iets gelooft en kun je dus een vorm van scepticisme aan blijven hangen. Nou, volgens het Pironisch scepticisme, dat is een stroming die later komt. Nou, Pironisch scepticisme baseert zich op Pyrrho van Elea, maar Pyrrho van Elea was zelf waarschijnlijk geen scepticus, maar Einesimus, die is eigenlijk, laten we zeggen, de eerste Pyrrhonisch scepticus, die zich weliswaar baseert op het werk van Pyrrho, maar die dus een sceptische draai geeft aan het werk die in het werk van Pyrrho zelf niet aanwezig is. En wat hij eigenlijk zegt, is hij plaatst indrukken en gedachten tegenover elkaar. We zullen zo meteen daar een voorbeeld van zien. Wat hij eigenlijk zegt is dat die indrukken en gedachten, die geven verschillende resultaten. Oftewel, ik heb de indruk dat iets het geval is, maar de gedachte dat het niet het geval is. Echter, de redenen die ik heb om mijn indrukken te vertrouwen en de redenen die ik heb om mijn gedachten te vertrouwen, die zijn even sterk. Dus de resultaten die ik heb als gevolg van mijn indrukken of mijn gedachten, die zijn gelijkwaardig in termen van de mate waarin ze gerechtvaardigd zijn, of waarvan ik er dus van uit mag gaan dat ze juist zijn. Nou, als dat zo is, en dat weet ik volgens Arnesenius ook, dat dat zo is, dan kan ik niet kiezen tussen de indrukken en de gedachten. Dus het besef van de gelijkwaardigheid van de indrukken en gedachten, die leiden eigenlijk, als je in ieder geval rationeel bent, tot het opschorten van je oordeel over de juistheid van de indrukken enerzijds of de gedachten anderzijds.
En als je dat doet, dan krijg je iets wat een belangrijk verschil is tussen het academisch scepticisme en het pyrrhonisch scepticisme. Namelijk, dan krijg je een zogenaamde gemoedsrust of ataraxia. En het academisch scepticisme richt zich niet zozeer op de emotionele effecten van het opschorten van het oordeel. Want academisch scepticisme is veel meer gericht op de vraag, wat is nou eigenlijk rationeel om te doen? En waarvoor hebben wij redenen om dingen aan te nemen? Maar Anicetus gaat eigenlijk een stapje verder. En die zegt, het leidt tot gemoedsrust, het leidt tot ataraxia. En het leidt tot ataraxia, zou je kunnen zeggen, omdat je niet meer de hele tijd bezig bent met je af te vragen wat nou eigenlijk het juiste is. Nou, hoe zetten we die indrukken en gedachten dan tegenover elkaar? Nou, we nemen als voorbeeld de mier. En de manier waarop de mier de wereld waarneemt. Wij nemen de wereld waar op manier F. Dat is gewoon onze eigen karakteristieke manier waarop wij toegang hebben tot de werkelijkheid. Met onze ogen, die dus heel anders zijn dan die van de mier. Met onze tastzin, die dus heel anders is dan die van de mier. Dat is onze manier waarop wij de wereld waarnemen. Het is duidelijk dat de mier de wereld dus heel anders waarneemt. We noemen het maar eventjes op manier F asterisk. Nou, dus je hebt twee heel verschillende manieren om de wereld waar te nemen. En je zou kunnen zeggen dat onze indrukken, dus de manier waarop wij de wereld zintuigelijk waarnemen, het als resultaat heeft dat de wereld F is. Zoals de wereld aan ons verschijnt, zo lijkt die ook daadwerkelijk te zijn. Maar als wij ons beseffen dat de mieren de wereld heel anders waarnemen dan wij de wereld waarnemen, en dat misschien nog een hele hoop andere wezens de wereld op nog een heel andere manier waarnemen, dan zou je kunnen zeggen dat als wij goed nadenken, dat dan die gedachte het resultaat geeft dat de wereld niet F is. En hier botsen dus de indrukken en het resultaat en de gedachten, die botsen op de een of andere manier. Maar wij kunnen eigenlijk niet besluiten welke van deze twee zaken juist is. En wat dan precies het geval is, of de indruk klopt of dat de gedachten kloppen. Nou, hier zien we dus eigenlijk dat die gedachten en die indrukken tegenover elkaar staan. En dan is de vraag, moeten wij dan een keuze maken of niet? Nou, dat moeten we dus niet, volgens het pyrrhonisch scepticisme. Maar wij moeten de gemoedsrust ervaren van het feit dat we ons oordeel juist opschorten. Nou, een andere en misschien nog wel bekendere pyrrhonisch scepticus is Sextus Empiricus. En Sextus Empiricus die zegt eigenlijk, wat is nou kenmerkend voor de scepticus? Volgens hem is de scepticus iemand die blijft zoeken naar de waarheid. Hij zet de scepticus dan ook tegenover de dogmaticus. Iemand die in een zekere zin op een gegeven moment tevreden is met zijn zoektocht naar de waarheid en erin berust dat hij het idee heeft dat hij de waarheid heeft gevonden en daarmee ook zegt, nou, ik ben klaar eigenlijk met mijn onderzoek. En Sextus Empiricus zegt, als je nou echt dat onderzoek goed uitvoert, dan ontdek je dat je de waarheid niet kan vinden. Ook niet met betrekking tot het scepticisme. En dat zou ook het kenmerk natuurlijk zijn van het pyrrhonisch scepticisme, dat je zegt, misschien is het scepticisme waar, misschien is het scepticisme niet waar, misschien kunnen we wel kennis krijgen, misschien kunnen we niet kennis krijgen. Dat is eigenlijk de ontdekking die je hebt als je dat proces dat de scepticus eigenlijk door moet maken, namelijk het blijven zoeken naar de waarheid, ook feitelijk doormaakt. Maar zo ontwikkel je dus een sceptische houding, zou je kunnen zeggen, want je gaat eigenlijk van niets aannemen dat het waar is. Maar dat doe je in wezen zonder het in het scepticisme zelf te geloven. Het is eigenlijk meer een praktische houding die je aanneemt. Je bent eigenlijk meer iets aan het doen. Je bent sceptisch aan het zijn, zou je kunnen zeggen. Of misschien nog beter, je handelt alsof je sceptisch bent, zonder per se te geloven in het scepticisme. En die toestand, dat is eigenlijk kenmerkend, zou je kunnen zeggen, voor het scepticisme van Sextus Empiricus. En dat is misschien ook wel waarom die vorm van scepticisme, het pyrrhonisch scepticisme, geassocieerd wordt met zo'n positie waarin je zegt, misschien is het scepticisme waar, misschien is het scepticisme.